Aan het Dorpsplein in Zoeterwoude-Dorp is vrijdag het beeld De Stier van Visser feestelijk geplaatst. De Stier is een kunstwerk van Zoeterwoudenaar Patrick Visser en is op initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude in ieder geval tot en met 4 oktober Dierendag op het plein te bezichtigen. En waarom heb je voor een stier gekozen om hier op het Dorpsplein te maken? Of heb je opdrachten voor gekregen? Nee, ik heb zelf de stier bedacht. Dat leek me een mooi dier om te maken. Past de stier een beetje bij Zoeterwoude? Denk het wel, ja. Hadden we een kunstenaar, Patrick Visser, die dit soort prachtige sculpturen maakt. Daar hadden we al een aantal keren voorbeelden van gezien. Die stonden hier eentje verderop. En ik vond het al heel erg mooi. En hij maakt vooral dieren. Ja, en dan is eigenlijk een stier wel vrij representatief en symbolisch voor het karakter van Zoeterwoude. Want we zijn natuurlijk een agrarische gemeente. Dus ik denk wat dat betreft is hij heel erg op zijn plaats. Het vorige beeld wat er stond is gestolen. Zijn jullie niet bang dat deze ook over een tijdje weer weg is opeens? Nou, dat moet ik nog zien gebeuren. Dan heb je zo'n ongelooflijk grote vrachtwagen en hijskraan nodig die hier net was om hem te plaatsen. Dus ik zie dat niet zo gauw gebeuren. En het is ook bijvoorbeeld hufterproef. Het is ontzettend sterk. En het is natuurlijk ook geweldig hoe zo'n beeld opgebouwd is. Als je kijkt naar de contouren, het is echt een hele mooie stier. Maar daarnaast kun je ook al die details zien van welke onderdelen het nou gemaakt is. Stukken ijzerzaag, messen, scharen, je ziet het allemaal als je dichterbij komt. En dat vind ik zo prachtig van dit kunstobject. Wij vonden dat wij hem dit jaar even in de bloemetjes moesten zetten, in de picture moesten zetten. En hij was daar graag toe bereid en wilde zelfs speciaal voor Zoeterwoude een eigen stier maken. Hij had er al een paar ook gemaakt, maar die vond hij niet goed genoeg voor Zoeterwoude. En nu heeft hij deze gemaakt. Nou, wij zijn ontzettend trots. Er is heel veel kunst in Zoeterwoude en dat zal ook blijken tijdens de kunstroute, verwacht ik. Ja, ik heb andere jaren wel eens een keer geschreven. We hebben om de 3 jaar overigens een kunstroute. Dus dit jaar is de 6e. Dus dat betekent dat ze 18 jaar al kunstroutes hebben. Elk jaar groeit, elke keer met de kunstroute groeit het aantal deelnemers. Vorig jaar waren het er 65, nu zijn het er 80. 81 als ik me goed heb zelfs. En dat is zo leuk. Het is kleinschalig. Het is bij de mensen thuis of gezamenlijk in een kerkruimte of in een andere ruimte. Maar de meesten hebben kunst thuis. En dat is zo intiem, dan kan je ook met de kunstenaars daar over hun werk praten. En dat is, vinden mensen ontzettend leuk. Er komen 1100, 1200 mensen de afgelopen keer en dat jaar daarvoor de 1300 of zo. Dus we zitten prachtig eigenlijk, we genieten ervan.